Ik ga ze inderdaad iets vertellen over IPv6. Dat deed hij dan wel, het verkeerde knopje. Kijk, ik heb een outline van de presentatie in eigenlijk 4 bullets. Eerst een stukje achtergrond van waarom hou ik dit verhaal. Vervolgens waarom IPv6? Dat is op zich ook wel een goede vraag. Het project wat hier aan ten grondslag ligt. En uiteindelijk meer de inhoud. Wat zijn de verschillende manieren om IPv6 aan te vallen? IPv6 implementaties. Een klein beetje achtergrond. De introductie is al geweest, dat ben ik. Waar ik een beetje mee worstelde met het maken van deze presentatie is van wat voor publiek heb ik tegenover me. En, ik ga ervan uit dat jullie allemaal technisch zijn. Ik bedoel, het is een technische track. Een beetje snappen hoe communicatieprotocollen in elkaar zitten en werken. En dan, bijvoorbeeld IPv4. Maar je hoeft geen expert te zijn over IPv6, want dan had je waarschijnlijk nog meer geweten dan ik. En toch iets meer gevoel te krijgen, want ik was gisteravond of gisternacht bezig met deze presentatie te oefenen. En ik kwam erachter dat het een half uur te lang duurde, met alle dingen die ik uit moest leggen. Dus ik wil een test doen, om te kijken wat jullie al wel en niet kennen. Dus als ik iets roep, graag een hand omhoog als je de basisbeginselen weet. Network Address Translation. Cool. Hashing. Oké, dit gaat een stuk sneller. DHCP. Rainbow Tables. ICMP, Man in the Middle, Multicast. Ah, jullie zijn geweldig. Een klein beetje achtergrond. Waarom Engels? Ook het project dat we gedaan hebben, kwam een Engelstalige rapportage uit. En eigenlijk omdat we willen dat het resultaat ook buiten Nederland bruikbaar is. En ik hoorde via de mail dat deze presentaties ook publiekelijk gesteld worden. Dus dacht ik, weet je wat, ga ik met Engels maken. Ik moet hem in Nederlands houden, dus ik hoop niet dat ik dadelijk in één keer overschakel op het Engels. Anders dan geef me een gil. Waarom IPv6 als aanvalsfactor? Dat is natuurlijk heel logisch eigenlijk als je kijkt. Hè. We leven tegenwoordig in een heel verbonden wereld. IPv6 is ook het netwerkprotocol van de toekomst, met de opkomst daarvan. Dan heb je daar nog wel een leuke slide van. Who controls the network, controls the universe. En specifiek als je dan ook nog encryptie kunt kraken. In de vorige presentatie is al gehoord dat sommige partijen dat kunnen. En beveiliging van netwerktoegang is gewoon heel moeilijk. Als je kijkt naar de verschillende netwerken en man-in-the-middle aanvallen die er zijn. Rogue access points, nou, jullie zijn experts dus. In ieder geval technisch. Dus jullie weten allemaal wat het is. Volgens Base Station dat je gewoon een 2G gsm-cel in kan richten. En op die manier communicatie af kan tappen. Bring your own device. Je kan je netwerk wel heel goed hebben beveiligd tegen buiten. Maar wat als iemand gewoon zijn privé-laptop meeneemt en erin prikt. En zo de virussen verspreidt. Toen ik hem nalas vond ik hem zelf een beetje cryptisch. Maar die laatste bedoel ik van, stel dus dat je een systeem hebt, die systeem is aan het browsen, gewoon een kantoorautomatiseringssysteem, je bent aan het browsen, je systeem raakt besmet, nou, een backdoor kan je opbouwen en dan heeft iemand van buitenaf nog steeds toegang tot het interne netwerk, ook al is je grens heel goed beveiligd. Dit is het plaatje waar ik het over had. Autonome systems, dat weten jullie waarschijnlijk ook allemaal wel, maar heel in kort de bubbeltjes, netwerken die samen internet vormen. Dit is een grafiek die ik van de week uitgedraaid van het aantal autonome systems wat IPv6 announced. Dus IPv6 ready is. En Nederland scoort best goed. Als ze dit met het WK doen, dan ben ik tevreden. Ik weet niet of Noorwegen meedoet trouwens, die zijn nog beter. Maar binnen, in ieder geval de eerste scan die ik gedaan heb, is er niemand die zover is met de IPv6 uitrol op dit vlak dan Nederland. En ook als je kijkt naar de laatste jaren, vanaf 2010 eigenlijk, zijn we gigantisch gestegen. Dus dit geeft alleen maar aan dat IPv6 alleen maar meer verspreid wordt en een betere aanvalsvector is. Een klein beetje terug naar het project. We hebben een project gedaan samen met FoxRT, ITSec, Medicine Gurkha, Pine en Riskure. Om een soort handboek op te stellen voor het pentesten van een IPv6-omgeving, netwerk. We kwamen erachter van, er is heel veel informatie al beschikbaar en een slidebooks. En het gaat er vaak heel specifiek over individuele kwetsbaarheden. Of hoe je het juist veilig in moet richten. Maar aan de pentestkant vonden we nog niet zo heel veel.
Dus we hebben allemaal onze kennis bij elkaar gegooid. En op basis daarvan hebben we een rapport opgeleverd. Nou, het rapport, hieronder staat de link. Als je googelt op testing IPv6 en je hoort het ENO bij, dan vind je hem ook in Google. Lees hem door. De subsidie verleend door het ministerie van Economische Zaken. Het verhaal van de rol van TNO, dat sla ik even over. Als mensen het hebben over IPv6, dan is het vaak de eerste van, je hebt een heel grote IP-range, dus hoe kom je dan erachter waar een systeem staat? Dat is toch de eerste stap die je gaat doen. Je komt ergens als pentester binnen in een netwerk. Als je aan de partij vraagt van, geef eens een lijst van alle systemen die in gebruik zijn, die is er vaak niet, of die is volledig outdated. En in IPv4 kan je dan gewoon scan doen. Je gaat alle systemen af, je kijkt of ze reageren op een ping en je bent klaar. Soms dan duurt het een dag, misschien een week, maar dat is nog wat te doen. Bij IPv6 is het lastiger. Om een gedachte voorbeeld te geven, stel dat het, ik moest het gokken, het komt niet helemaal, maar stel dat het 1 vierkante centimeter is en dat daar alle IPv4-adressen in passen. Hoe groot denken jullie dan dat de oppervlakte zou zijn als je het over alle IPv6-adressen hebt? Gok eens iets. Ja? 1 vierkante kilometer. Ja. Andere mensen? De wereld. De wereld? Ja. Nog meer? Ja. Ja, dat is flauw. Maar het is de oppervlakte van de zon. En dat maal 1,6 miljoen keer. En dan, als dit de zon is, nog een keer een check of jullie een beetje wakker zijn na die lunchdip. Hoe groot denken jullie dan dat de aarde is? Is dat een tennisbal, een voetbal? Een stipje? Nou, het is die puntjes tussen de 1 en 6 en de 0 en 0, dat is de grootte van de aarde. Dus om aan te geven van veel. En hoe doe je dat dan? Nou, als je niet meer kan scannen, en er zijn een aantal oplossingen die je even weggelaten omwille van de tijd. Maar het meest praktische is om gewoon te zoeken met Google. wat niet. Maar als je zoekt op, met deze query string, dan kom je bijvoorbeeld voor acme.com achter welke andere subdomeinen er in gebruik zijn. Nou, als je een subdomein weet, kan je een DNS lookup doen, weet je wat IP-adres is, et cetera. Hetzelfde geldt voor Netcraft, die doet ook iets vergelijkbaars. En je kan ook Hurricane Electric gebruiken. Die heeft een soort website en dan kan je eindelijk opvragen welke IP-adressen in gebruik zijn genomen door een bedrijf. Ik heb het getest met TNO en kwam erachter dat TNO nog allemaal andere IP-rintjes heeft. Dus dat werkt goed. Dat is een eerste stap en dan wordt het al iets concreter. En dat is nog de goudmijn DNS. Zone transfers. Als je het nog niet kent, het is een manier om van een DNS-server al je informatie uit te trekken. Zo zijn ze ooit achter de naam van Amalia gekomen, volgens mij. Als ze in het Koninklijk Huis hadden ze het subdomein amalia.koninklijkhuis.com geregistreerd, .nl waarschijnlijk. En dat had iemand met een zone transfer achterhaald. Dus het was al uitgelekt voordat de pers het wist. Dat is één optie, maar tegenwoordig wordt het heel weinig nog toegestaan. Iets anders zou kunnen DNSSEC en je hebt dan NSEC, en NSEC is een manier om eigenlijk op een cryptografisch goede manier te kunnen zeggen van dit adres bestaat niet. Als je iets.tno.nl op zou vragen, dat bestaat niet, dus dan krijg je een antwoord terug, dat bestaat niet. Maar je wil niet dat iemand dat antwoord kan replayen, dus er zit een crypto-functie op. Alleen als je dat doet, je vraagt iets.tno.nl op, dan zegt hij van nee, die bestaat niet. En de eerstvolgende die wel bestaat, dat is isaac.tno.nl. Nou ja, als je dat weet, dan heb je eentje te pakken. Dan verander je die laatste C en een D en dan vraag je isaac op. Dan zeg je nee, het bestaat niet. Maar de volgende is een willekeurige andere. Op die manier kan je heel snel door de lijst heen lopen. Nou, dat hebben mensen ook gezien, van dat willen we eigenlijk niet. Dezelfde reden als we zone transfers dichtzetten, willen we ook niet dat mensen zomaar door onze hele lijst heen kunnen lopen. Dus dan is NSEC 3 gekomen, dan is het een stuk lastiger, dan moet je rainbow tables gaan maken, omdat er komt niet de hostname terug, maar er komt een hash van de hostname terug. En er is ook een salt bij, dus je kan die rainbow table kan je elke keer weggooien als de sleutel ververst wordt. Dus die is nog unlikelier. Wat wel kan is een dictionary attack, gewoon een woordenlijst gebruiken en kijken of je een succesvolle hit hebt of niet.
als je dan zo'n systeem gevonden hebt, wat kan je er dan vervolgens mee? Een van de leukste dingen om te doen is natuurlijk om zo'n systeem te laten crashen. Vier verschillende manieren. Linksboven is misschien niet heel erg waarschijnlijk, maar hij zou zelfs fysiek kapot kunnen gaan. Zoals een tijd terug, ik denk een jaar of 10 geleden inmiddels, maar er was een videokaart en die had de temperatuurinstelling en de fans, hoe hard die moesten draaien, niet goed ingesteld. Dus als je een bepaald programmaatje draaide, dan kwam het voor dat die videokaart doorbrandde. Nou, dat is één voorbeeld. Maar waarschijnlijker is dat gewoon de internetverbinding eruit valt, of bepaalde sites niet meer beschikbaar zijn. Of hij kan rebooten of gewoon hangen. Best practice, natuurlijk do not crash. Gewoon, het gaat altijd om een bug. Dus het is makkelijk, fix de bug. En zorg dat als er een patch is, dat je die patch doorvoert. En je wil dus geen denial of service aanval hebben op je systeem. En toen kwam fragmentation. En dat is heel lastig. Fragmentation is eigenlijk... Wie weet wat fragmentation is? Oké, de meeste wel. Kort samengevat, je hebt een pakketje die past, je hebt een hoeveelheid data die past niet in één pakketje, dus dan stop je hem in twee pakketjes. Dan stuur je eerst de ene en zeg je van die heeft ID X, dat is fragmentation ID, en de volgende heeft dezelfde ID. Dus dan weet je dat ze bij elkaar horen. Een voorbeeld, dit is de eerste die verzonden wordt, daar is de M-flag, er komt nog meer aan. En dit is de offset, die geeft aan van de data in dit pakketje, dat begint op positie 0. En vervolgens, stel dat deze dan 100 bytes is, dan de volgende zegt van oké, dit is de laatste, er komt niks meer aan. En dit begint bij 100. Maar dat moet de computer allemaal bijhouden. Zolang er nog meer pakketjes voor fragmentation ID aankomen, slaat je dat ergens in het geheugen op en is je bezig. En wat als je dan een aanvaller hebt die gewoon random pakketjes genereert met random fragmentation ID's, maar die altijd de M-flag op 1 heeft staan. Ja, de computer die moet dat onthouden, dus die houdt ID 1, ID 2, ID 3, houdt die allemaal open in zijn geheugen. Nou, op een gegeven moment krijg je dan dat die volloopt. En dan crasht die. Alternatief is vergelijkbaar met wat ik net zei, alleen dus dat je niet allerlei verschillende pakketjes hebt die open staan, maar je doet gewoon één fragmentation ID. En dat maak je gewoon één pakketje als je dat meer dan het RAM doet, meer dan 4 gig, kan het systeem daarvan crashen. En je zou ook nog router advertisements kunnen doen. Dat is een berichtje wat een router verstuurt om aan te geven van alle systemen die in dat netwerk zitten. Van dit is je netwerksegment, dit is je default gateway. Als je dat ook random maakt en vlot, dan krijgt Windows 7, dan hangt Windows 7 en Windows 8. Daar kan je iets aan doen, dat is namelijk send. Komt eigenlijk nog wel op secure neighbor discovery. Een protocol om een soort cryptografische hash te verifiëren. En als die niet klopt, dan gooi je het pakketje weg. Denial of service reflector attacks. Ik had het plaatje eerst half gemaakt en toen was het niet compleet en uiteindelijk is het een warboel geworden. Maar ja, het was gisteren 2 uur, dus ik vond het genoeg. Ik leg het in de volgende slides uit. Reflector attacks. Wat je wil is dat je gewoon alles wegfiltert, zodat die vervelende pakketjes dat die niet aankomen. Wat je überhaupt niet wil is dat er ook nog een amplification mogelijk is. Dus dat wil zeggen, je stuurt een klein pakketje en dan krijg je een groot pakketje terug. Reflection is van je stuurt het pakketje heen en het wordt teruggestuurd naar iemand anders. Het voordeel is dat je dan zelf minder zichtbaar bent. Dus de aanval lijkt van het tussenste liggende station aan te komen. Het wordt heel veel gedaan met DNS-servers. Als je het source adres kan spoofen, dus net doen alsof het iemand anders is, dan is het een hele makkelijke manier om te zorgen dat het antwoord naar die persoon gaat. Als het source adres ook nog eens een multicast adres kan zijn, is het helemaal vervelend, want dan kan het systeem een bericht sturen naar iedereen. Dus dat is een hele mooie manier om amplification te krijgen. Een voorbeeld daarvan is het Internet Control Message Protocol. Jullie kennen het allemaal. Dat een systeem reageert op een pakketje wat naar een multicast adres is gestuurd. En in RFC 2463, ICMP versie 6 specificatie, zou een systeem daar niet op mogen reageren. Maar helaas, Linux en mijn Xerox printer ook, die doen het wel gewoon. Dus ik heb het getest, als je gewoon een pakketje stuurt, je doet net alsof het van iemand afkomt naar het multicast adres. Je stuurt een ICMP echo request.
dan stuurt alles in dat subnet een echo reply. Dus dan heb je en amplification en reflection. Dat is vervelend. Iets minder vervelend, maar nog steeds niet wenselijk, is als je een ICMP-response doet naar een source-adres. Dus je stuurt het naar één specifiek systeem en dat specifieke systeem stuurt het antwoord naar iedereen. In het lokale segment. Dus het zou niet door routers heen moeten komen. Dus dat beperkt de impact. En ook hier voldoet Linux niet helemaal aan de specs. Iets anders, outside access to een LAN, to een intranet. Dus je hebt een systeem van buitenaf, een internetkant, maar dat kan ook bijvoorbeeld een wireless LAN netwerk zijn buiten je eigen netwerk. Die probeert een intern systeem aan te vallen. Nou, wat moet je doen? Best practices, niet vertrouwen, filteren met firewalls en intrusion prevention systems. En ook, niet onbelangrijk, de pakketjes op de juiste manier verwerken. En de goals, je wil voorkomen dat ze toegang krijgen tot je interne systeem en dat je interne informatie niet uitlekt naar buiten. Er zijn een aantal issues mee die je met de IPv6 spelen. Nou, in IPv4 had je Network Address Translation. In IPv6 is het niet meer nodig, juist vanwege die hele grote aantal IPv6-adressen. Dus als je een systeembeheerder bent en je let niet op, dan zou het dus kunnen zijn dat je gewoon NAT wordt niet meer gebruikt. Je geeft iedereen een IPv6-adres, hangt ze aan het netwerk. En ineens is iedereen benaderbaar. Een kwestie van opletten. Je kan ook een systeembeheerder hebben die denkt van ik heb het allemaal netjes ingericht. IPv4, al regels zijn er. Maar ik heb niks op IPv6 gezegd. En IPv6 wordt niet tegengehouden. Dit is denk ik wel een van de grotere problemen die er spelen met bedrijven. Die denken van wij doen niks met IPv6, dus we hebben ook geen probleem. En tot slot, en dit geeft meer over de exfiltratie van data van binnen naar buiten. Dat gaat om tunnels. Covered channels, en dit is een voorbeeld daarvan. Maar je zou dus ook gewoon een IPv6 tunnel op kunnen bouwen naar buiten. Enerzijds alle informatie die je wil naar buiten sturen zonder dat het wordt tegengehouden. Dat is normaal, dat je IPv4 wordt Skype tegengehouden en BitTorrent en et cetera. Maar ja, als iemand dan zegt van ik gebruik een tunnel naar internet, een soort VPN, dan kan het allemaal wel. Je hebt de 6x6 of zo, Google 6 Client, et cetera. En Teredo is echt een dienst die juist IPv6 toegang aanbiedt aan IPv4 hosts. Dat op zich ook nog wel een beetje een esoterische aanval is, maar die is een tijd terug ook mogelijk geweest. Is als je verschillende, we hadden net over die fragmentatie, dat je twee verschillende pakketjes hebt. Kunnen door een firewall heen. Terwijl het niet zou mogen. En dat heeft een beetje met die TCP handshake te maken. Ik heb er eigenlijk voor mezelf er even bijgezet van hoe dat ook weer zat. Maar je hebt dus eerst een SYN-ACK en dan een ACK. Als dit gewoon een stateful inspection firewall is en er komt een pakketje van buiten en die is gefragment en het eerste pakketje is een SYN-ACK, dan denkt die firewall van oké, dit is een reactie op verkeer van binnen. Kan geen kwaad, laat maar doorgaan. Ik bedoel, als dat pakketje onterecht is, dan zou het hier ergens aankomen en het systeem zegt van, dat ken ik niet, doe ik niks mee. Geen probleem. Alleen daarna komt een TCP-SYN pakketje in hetzelfde systeem, horen bij hetzelfde fragmentation ID. Zij denkt van, dit hoort bij dat vorige berichtje, die was oké, dus die is ook oké. Maar als dan de SYN aankomt op dat systeem, dan is het in één keer een ander verhaal, want dan is het gewoon, iemand probeert een verbinding met mij te maken. Hij stuurt een reactie en heeft een verbinding opgebouwd. Dus dat was op zich wel een aparte manier om door je firewall heen te komen. Je kan ook van binnen naar buiten. Van binnen naar binnen. Moet wel opletten. Het verhaal is, vertrouw je interne systeem ook niet. En filtering gebeurt dan meestal met switches. Een voorbeeld daarvan is dus een implementatie van een beveiliging die heet RA Guards, de Router Advertisement Guard. Juist vanwege de problemen die je daar allemaal mee kan veroorzaken. En je wil twee belangrijke dingen. Je wil een denial of service voorkomen en je wil een man-in-the-middle attack voorkomen. Hoe kan dat dan? Een rogue DSPv6 server is op zich niks anders dan een vervelende rogue DSPv4 server. Als je een verkeerd IP-adres uitgeeft en niet routeerbaar is, dan heeft dat systeem geen verbinding meer. ICMP-v6 redirect packets, een klein beetje toelichting. Stel systeem A stuurt informatie naar systeem B, dat is pijltje 1.
Dat gaat gewoon direct en hij stuurt zijn antwoord terug. Als een malicious host zegt van oké, verkeer naar, stuurt een pakketje naar systeem A. Van je moet het verkeer wat je eigenlijk naar B wil sturen, door mij sturen. Of nou, naar mij sturen. Dan doet hij dat gewoon en op die manier kan hij een man in the middle worden. Dat is een van de manieren trouwens om een man in the middle te worden. Maar onmenselijk. Dus filteren. Dan heb ik hier een slide over het verschil tussen IPv4 met de DHCP-4 servers en hoe IPv6 dat doet. En dat is ingewikkeld. Ik bedoel, bij IPv4 is het makkelijk. Hè? Je hebt een systeem, vraagt om informatie om het netwerk op te kunnen. Je begint met een host address, van wat is het IP-adres van het systeem, wat is de default gateway en wat is de IP-adressen voor de DNS. Nou, dat komt allemaal in één pakketje van DHCP-IPv4 aan. Bij IPv6 begint het met een router advertisement. Er komt eerst een berichtje van dit is het netwerk waar je in zit. Oké, dus dat is de default gateway. Maar dan heb je nog geen DNS en je weet niet wat je IP-adres is. Dus dan verwijst de router advertisement weer naar een DSP-server. Nou, daar heb je dan je host address. Of hij kan ook nog weer verwijzen naar Slack. Stateless auto address auto configuration. En DSP geeft ook nog je DNS-informatie. Dus je kan drie verschillende protocollen hebben wat je met IPv4 met één kon. Dus het is redelijk messy. En wat je dan ook nog hebt is een privacy extension. Slack werkt op basis van, je hebt je router advertisement. Die begon met een prefix van je netwerk. En alles wat je erachteraan plakt, of voor jullie aan deze kant, erachteraan plakt, dat mag je zelf weten. Dus stateless, je laat de client zelf bepalen wat voor IP-adres die genereert. Om toch te voorkomen dat je niet de hele tijd een conflict hebt met andere IP-adressen, wordt op basis van je MAC-adres een soort van berekening gedaan en dat vormt dan jouw IP-adres. Als jij naar een ander netwerk gaat met jezelfde systeem, bij een ander bedrijf, een andere Starbucks, maakt niet uit wat, en je bezoekt dezelfde website, en dan kan die website zien aan het laatste deel van jouw IP-adres, van hey, dit is dezelfde gebruiker als die toen, 2 dagen geleden, daar zat. Dus daar is die privacy extension voor. Die zorgt ervoor dat het IP-adres toch elke keer anders is en niet te trace is. En als je dus een rogue route advertisement hebt, iemand die een valse RA-pakketje stuurt, dan kan het helemaal fout gaan. Of je kan zorgen dat je man-in-the-middle attack uit gaat voeren als jij de default gateway gaat worden. Oh ja, wat ook nog kan trouwens, en daar zijn ze nu mee bezig om dat DHCP-V6 weg te halen, of in ieder geval mogelijk te maken dat je die niet gebruikt. Want dit heb je allemaal geen enkel service-systeem voor nodig. Het is namelijk een combinatie van die twee. Dus je hebt een router advertisement, daar staat dan het default gateway en de DNS-informatie moeten zitten, en dan verwijs je naar Slack voor het IP-adres. Alleen, dit wordt niet standaard in Windows ondersteund. Dus als je zo'n netwerk uit wil gaan rollen, dan kan je of kiezen voor extra software te installeren, of Linux te gebruiken. Neighbor solicitation pakketten. Eigenlijk, wat is het MAC-adres wat bij dat IP-adres hoort? Als je een kwaadaardige client systeem hebt, die kan gewoon zeggen van ja, ben ik, kom maar hier. Op die manier wordt hij man in het middel voor alle systemen die opgevraagd worden. Vervelend. Of hij kan zelfs gaan flodden, dat hij zelf verkeer genereert en elke keer zegt van, ja, dat ben ik. Een ander systeem wat in hetzelfde segment zit, die hoort dat, die denkt van, oh, dat moet ik even onthouden, want als ik dadelijk moet weten, terwijl ik moet communiceren met zo'n partij, dan heb ik die informatie vast beschikbaar. Dus die bouwt een hele tabel op, maar daar zit, zoals het altijd gaat met de computers, er zit een limiet ergens, dus die kan crashen. En duplicate address detection, dat gaat om een pakketje van, ik wil dit IP-adres aannemen, is hij al in gebruik? Als je dan elke keer zegt, ja, dit ben ik, dan kan dat systeem het netwerk niet op. SEND, ik had het al net genoemd, die Secure Neighbor Discovery. Je moet bij het IP-adres wat je gebruikt, in je Neighbor Discovery pakket, moet je aan kunnen tonen dat jij er een bijbehorend certificaat bij hebt gegenereerd met een private en public key. Dus waar je normaal gewoon een berichtje kon sturen en de systeem A ontving dat en vond het gewoon prima. Met SEND moet je eerst een sleutel hebben, vervolgens in het certificaat, dat je IP-adres staan, moet ondertekend zijn. En dan controleert
systeem A van, hey, klopt dat die ondertekening met wat ik verwacht? Dat klopt, oké, dan accepteer ik het. Klopt het niet, dan accepteer ik het niet. Daar los je een aantal problemen mee op. Alleen je introduceert een ander probleem. Want wat als een aanvalssysteem gewoon zegt van, nou, laat me die sleutels maar zitten. Ik genereer gewoon pakketjes met garbage erin. Dat systeem moet ik telkens gaan controleren van, hey, klopt dit certificaat bij het IP-adres? Dus als je dat maar genoeg pakketjes stuurt, dan gaat hij naar 100% CPU-usage. En wat juist een oplossing was, wordt juist een kwetsbaarheid. En daar is nog geen magic bullet voor gevonden. Dus of het een of het ander. Ik weet niet hoeveel minuten heb ik nog? 20. Goh, dat is snel. Nou, ik heb nog een aantal onderwerpen. Deprecated feature support bijvoorbeeld. Deprecated feature support is een aantal onderdelen van het IPv6-protocol wat jaren geleden ontfund werd, of in ieder geval nog in het protocol zat. Tegenwoordig niet meer. Eentje daarvan is source routing. Source routing is een manier om je route vooraf te definiëren. Dus je stuurt iets van A naar B, naar C, et cetera. Heeft voordelen. Dus je kan op die manier kan je zeggen van ik stuur het verkeer volgens stations die ik vertrouw. Wat je er ook mee kan doen is dat je zegt van ik stuur het verkeer van A naar B, naar C, naar A, naar D bijvoorbeeld. En wat je dan introduceert is een routing loop. Het verkeer komt nooit aan en je krijgt een soort amplification omdat het verkeer van A naar B naar C, naar A, naar B, naar C, naar A, naar B, naar C gaat. Dus met één pakketje ga je een stuk of waarschijnlijk 40 keer langs B. Dat is ook een leuke manier als je B wil denial of service. Site local addressing, ik weet niet of je daar heel concreet iets kwaads mee kan, maar dat is een manier om eigenlijk gewoon private range IP-adressen in IPv6 te fietsen. Wat uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. En ze hebben nu voor een heel andere aanpak gekozen. Wat je heel vaak ziet in webinterfaces, clients, websites, is dat je een limiting hebt op basis van het IP-adres. Iemand probeert binnen te komen, een wachtwoord te proberen. Eén keer, twee keer, drie keer, oké, we blokken hem. Wat doen we? We blokken het IP-adres. Ja, dat werkt bij IPv4 omdat iedereen maar één, misschien twee of drie of vier of acht IP-adressen heeft. Maar bij IPv6... is het minimum wat iemand krijgt is een /64. Dat betekent dat je 64 bits aan IP-adressen tot je beschikking hebt. Als je weet dat heel IPv4 32 bits is, dan zegt dat genoeg. Dus dit is geen oplossing meer. Er moet iets anders voor verzonnen worden. En dat is lastig. Er is nu ergens een voorstel dat je begint met een klein range te blokkeren. En als het daarna nog steeds doorgaat, een grotere range en zo. Om op die manier toch een soort van rate limiting in te kunnen, te kunnen introduceren. Maar het is gewoon een uitdaging. DNS amplification. Een IPv4-adres is klein. Een IPv6-adres is groot. Dat betekent dat ook als je een DNS lookup doet en je vraagt van één systeem een aantal IP-adressen op, dan wordt het pakketje groter. En DNS denial of service aanval is standaard van je stuurt één vraag en je spoeft het source adres. Dus het antwoord wordt naar een ander systeem gestuurd. Nou, als je dat met een heleboel DNS servers tegelijk doet, kan je met redelijk weinig verkeer kan je ervoor zorgen dat de pijp van het slachtoffer helemaal vol loopt met legitiem verkeer van DNS servers. Dat is een klein probleempje wat je hebt met introductie van IPv6. Alleen als je dat gaat vergelijken met DNSSEC, dan valt het niet. DNSSEC is nou eenmaal met alle verschillende signatures die erbij zitten zoveel groter dan die paar bits van een paar bytes van DNS, van IPv4. Dus dat je met een pakketje van een vraag van 40 byte kan je een antwoord krijgen van zo'n 3 kilobyte. Dus dat zit zo aan de dijk. Wat ingewikkelder is nul routing voor unused address space. Stel, jij krijgt van je ISP, krijg jij als bedrijf zo'n range IP-adressen. Maar die heb je helemaal niet nodig, dus je zegt van ik ga alleen deze gebruiken. Wat doe je dan met het andere verkeer? Dat wordt wel naar jou toegestuurd. Maar als jij daar niet in gebruikt hebt en je hebt hier geen routetabellen voor aangemaakkt, dan wordt dat verkeer ook weer teruggestuurd. Van oké, dit is niet mijn netwerk, dus ik stuur het weer terug naar de ISP. Die ISP zegt van ja, het is voor jou. Dus dat pakketje dat blijft heen en weer gaan. Dus dat is een manier om een soort denial service aanval uit te voeren op een bedrijfsnetwerk.
zonder het IP-adres van het bedrijfsnetwerk daarvoor te gebruiken. Maar het is heel effectief omdat het pakketje dus heen en weer gaat zingen. Dat is heel makkelijk op te lossen door te zeggen van oké, dat deel dat niet gebruikt, dat routeer ik naar een black hole. Tot slot TCAM exhaustion. TCAM is zo tertiary content conditional access module. Ik heb geen idee wat het betekent, maar dat is de afkorting. Eigenlijk is het een soort state table in een switch, waarmee ze heel snel verkeer kunnen routeren naar een bepaalde poort. Die zijn eigenlijk geschaald op IPv4. Dus switches zijn duur. Er zit dan heel snel geheugen in om heel snel die beslissingen te kunnen nemen van waar moet ik dat pakketje heen sturen. Is ook duur, dus dat is beperkt. En toen kwam er IPv6 met pakketjes of met IP-adressen die 4 keer zo groot zijn. Dat betekent dat als jij en IPv4 en IPv6 tegelijk support in je switch, en iemand die gaat gewoon een heleboel verschillende IPv6-adressen scannen of mee communiceren, dan kan die pijp heel snel vollopen. En als het niet meer in die TCAM-module kan, dan moet het gewoon in standaard geheugen. En dat is een factor 100 langzamer. Dus ja, dan kan je voorspellen wat er gebeurt. Het gaat zo traag worden dat eigenlijk gewoon lijkt alsof het netwerk plat is. Kan je rekening mee houden door van tevoren je netwerksegmenten goed in te richten en je switches goed te configureren. Maar dit is wel een heel groot probleem. Dat is mijn laatste slide. Het gaat sneller als je er niks uit hoeft te leggen. Zijn er vragen? Nou, we hebben nog aardig wat minuten over, dus als er nog vragen zijn, stel ze gerust. Ja. Is weet jij of er een goede reden is om de überhaupt in IPv6 ICMP of ICMP-reeds gebruikt worden? Kan me zo geen legitieme reden voorstellen om ICMP-reeds binnen een normaal netwerk te gebruiken? Nee, ik zit even te denken. Ik heb het thuis langs zien komen toen ik aan het communiceren was met mijn systeem. Ik hoorde het verkeer analyseren met mijn router en met mijn server, sorry, en een router. En ik maakte heel specifiek in mijn Windows computer een route voor een default route aan naar mijn server. En ik merkte dat mijn server telkens de ICMP redirect terugstuurde van nou het verkeer naar buiten toe moet je via mijn gateway, default gateway sturen. Niet dat Windows daar iets mee deed. Dus ik heb het ook gewoon vervolgens geblokkeerd in Linux. Maar nee, kort antwoord, ik weet het ook niet. Nee. Het is een feature. En de grootste effecten daarvan is een man-in-the-middle attack die je zou kunnen doen. Maar als je uitgaat, dat is toch een beetje het uitgangspunt dat het interne netwerk vertrouwd is. Maar de standaard oplossing zou zijn, gewoon negeren dat soort pakketjes en filteren in je switches en firewalls. Het gaat alleen om ICMP redirect, hè? Ja, precies. Je moet niet heel ICMP blokkeren, want dan... ICMP dingen doorlaten. Ja. Check. Andere vragen? Het is sowieso een optelsom. Ik zit even te denken, van, je zou nog kunnen zeggen als je met tunnels en zo werkt, je kan... Nee, voor mij... En een optelsom en een vermenigvuldiging. Want je kan ook de combinatie van, als je een kwetsbaarheid hebt in IPv4, en je kan via IPv6 misschien door de firewall heen en vervolgens een IPv4 kwetsbaarheid misbruiken, dan wordt het juist het effect nog groter. Dus je hebt dubbel aanvalsoppervlak. Ja, en dat is ook eigenlijk een standaard manier zoals het werkt. Op een gegeven moment krijg jij een IPv6-netwerk en je probeert naar Google te gaan. Maar dat IPv6-netwerk geeft misschien wel IPv6 uit. En denkt van, dan kan ik ook over IPv6 Google benaderen. Maar ja, als dan de DNS-instellingen niet kloppen, dan zit je systeem te wachten op een antwoord. En vervolgens krijg je een timeout en gaat hij na een minuut pas
naar ipv4.google. Ja. Ja? IPv6 is eigenlijk al volledig uitgerold. De meeste Linux-clients draaien ze allemaal een toolstack. En als organisatie zijn we er echt rekening mee dat je hier in de zet ook qua veiligheidsfeatures al voor inbrengt. Ja, nee, ja, dat klopt. Wat ik zei, heel veel bedrijven denken van wij doen nog niks met IPv6. Dus we hoeven hier ons niet druk over te maken. Ook als je kijkt naar penetratietests, wordt bijna altijd gezegd van richt je maar op IPv4, want IPv6 doen we niks mee. Ja, dat is op zich een beetje je hoofd in het zand steken. Ja. Er zijn kwetsbaarheden waar je, die je kan hebben zonder dat je IPv6 hoeft te draaien. Ja, dat is grappig. De meningen zijn verdeeld. Ook in het project met allerlei verschillende pentestbedrijven erbij was dit een onderwerp. Sommigen zeggen van je moet het gewoon uitrollen. En, ja, iemand moet de eerste zijn die de stap maakt en die eigenlijk de rest een beetje meetrekt en de problemen oplost. Want als niemand dat doet, dan krijgen we nooit die IPv6. Ja, wat jij zegt dat je intern... Ja, dus een migratietraject van IPv4 naar IPv6, door eerst voor specifieke segmenten van je netwerk, die misschien minder bedrijfskritisch zijn, om daarmee te beginnen. Ja. Wil je ook je interne servers daarmee uit te gaan rusten? Ja, klopt. Dus gewoon opschalen langzaam. Dat doen wij bij TNO ook. We kwamen er pas achter dat onze researchomgeving is volledig IPv6. We krijgen wel IPv6 op onze KA-systeem, maar dat wordt niet naar buiten geroteerd. Dus dat is op zich ook dezelfde tactiek wordt toegepast. Raak je het alleen intern? Ja. Andere vragen? Ja? Ik heb begrepen dat een langzaam netwerk het niet meer support is op IPv6 de zetel. IPv6 stack de zetel, dan krijg je support van Microsoft. Oké. Nou, mooi. Ja. Dat helpt in ieder geval met de introductie van IPv6. Misschien dat wel de reden is dat er zoveel AS over zijn.